Nee, ik zie echt geen regen hoor. Nou, lieve vrienden, ja, staan we bij een prachtige, mooie garagedeur. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is alweer reeds 26 augustus. Op donderdag leven we. En het is alweer 14:44. Ja, de tijd houdt geen schaft als je zelf wel stil zit. Zeggen we dan altijd. Ja, en er zit er hier eentje naast me. Die is vervelend, dan doen we die net binnen. Dus ja, bekijk het maar even. De dames zullen wel weer al een rondje doen dat het mag. Want ik had tussen de middag bezoek. Dus ja. En ik had mijn, tenminste tussen de middag. Aan het begin van de middag was het meer. Maar die hek ook weer. Dus ik ben niet in orde. Nee. Ook heb ik mijn begeleidster Karin afgeëpt. Want ik was beroerd tot en met. Was gewoon niet leuk meer. Nee. Maar wat de dag ons verder gaat brengen, dat weet ik ook niet. Ik ga sowieso even lekker met de hondjes wandelen. Even langs de gracht kijken of daar nou weer wat te filmen is. Hoe ver ze zijn. En dan. Ik weet het niet. Ik moet eigenlijk ook nog boodschappen doen, maar ik heb er het niet voor. En trouwens, we hebben vandaag een Too Good To Go tas. Dus ja, daar ben ik wel weer happy mee. Dus die halen we sowieso op. En dan kan ik altijd morgen nog boodschappen doen, weet je? Ja. Dus om 5:00 moet ik die weer ophalen. Dus dat komt weer helemaal goed. Dus die gaan we ook dan samen weer uitpakken, Too Good To Go. Dus ja, dat is een tijd geleden dat ik die gehad heb. Dus ja, dan gaan we dat toch gezellig doen. Dus dat is wel wat ik weet. En voor de rest weet ik het niet. Nee. Of ik vanmiddag nog bezoek krijg, ja of nee. Maar het zal wel niet. Lekker rustig, dus kan ik renderen. Ja toch? Ja. Nou, lieve vrienden, ik neem jullie mee in mijn, een beetje een vervelende dag. Want ja, ik ben dus echt niet in orde. Ik heb zeurderige hoofdpijn, maar... Ik begon gisteren met ontzettend veel als vandaag. Beroerd erdoor tot en met. Vannacht boven de wc gehangen. En iedere keer alles eruit gooien. En ik heb een heel klein vermoeden. Terwijl het oog zo lekker is, maar dat mijn maag er niet tegen kan. Dat kan. Ik heb weer een zakje poeder wat ik van Karin en Roderick gekregen had, in 2 liter water opgelost. Het is heerlijk, maar ik ben bang dat mijn maag daar niet tegen kan. Nee. Terwijl je er ook gebakjes van heeft. Ja. Ik zal even kijken of ik dat zakje nog vinden kan, maar ik moet hier mijn kattenstaart en een honderd aan denken. Dus ik ga even kijken. Nee. Ja, zo kun je het ook bekijken. Ze hebben van een gebakje drinken gemaakt. Want dat gebakje was ik wel. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Nou ja, dat dus. Maar ja. Want de zomer hier, die verkoopt die gebakjes. En dat vind ik heerlijk. Ik lust dit ook hoor, het is heerlijk. Maar ik denk dat, omdat het vocht is, dat mijn maag dat niet goed op, verwerkt. Of weet ik hoe je dat noemt. Maar in ieder geval dat dus, ja. Maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik heb meerdere smaakjes. Het is te uitproberen. Nou ja, mijn maag kan hier niet tegen. Maar ja, misschien de anderen wel, de dames. Dus geen man overboord. Ik kom er gewoon niet meer aan. Ik laat staan in de koelkast. En ik heb 7-Up. En daar kan ik weer wel tegen. En dat is toch ook een beetje citroenachtig, ja.
Een vleugje citroenachtig. Maar oké, komt goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van je dag. Doe het met een lach en geniet met ons ook mee. En dan maakt alles weer goed. Ik zou zeggen, tot later. Lieve vrienden, ja, je weet nooit niet waar de dag je brengen gaat, hè? Nee, hoe je die doorkomt. Nou, er is wel weer iets leuks, zeker spontaans geweest bij mij daarnet. Er ging wel even wat droevigs aan vooraf. Maar het eindigde toch wel weer leuk. Ja, er liep hier, ik had de meisjes buiten, eentje is er nog buiten, Rijka is nou binnen. Maar Rijka die kon de grote mond weer niet houden, die begon weer te blaffen omdat er eentje hier achter langs liep. En die liep te roepen, alsof ze iets kwijt was, een kind of een poes of een hond of wat dan ook. Ze riep dus een naam en het bleek dus een kat te zijn. Oké, heel erg sneu, zielig, ik weet wat het is, weet je. Ik zeg, heb u een foto? Maar ze was ook heel moeilijk te verstaan. Komt ze uit Polen, maar ik ken heel klein beetje Pools. Ja, Kramwoda, Bibliotheca, nou ja, ga zo maar door. Allemaal van die kleine woordjes. Maar in ieder geval, zij kennen een heel klein beetje Nederlands. Maar we zijn ook gelijk vrienden geworden. Ze weet nou waar ik woon, dus ze komt vaker, we hebben elkaar, ze hebben mijn telefoonnummer. Dus ja, komt helemaal goed. Ik heb haar telefoonnummer. Ik ga haar helpen met een beter Nederlands te kunnen gaan praten. Maar ja, daar heeft ze die kat niet mee terug, nee. En ze woont hier ook wel in Den Helder, maar de zoon die gaat trouwen, zover ik het begreep. Dus ja, leuk voor haar. Ja, en natuurlijk voor haar zoon. Maar het is bijna 4:15, dus ik ga me klaarmaken voor naar de Vomart toe te gaan om de tas te goed te komen op te halen. Ja, en ik heb mijn spel ervoor. Nou ja, die draait wel lekker door. En mijn hoofd wil ook nog niet wat ik wil. En het behoort te regenen nu. Nou, ik zie geen regen. Nee, ik zie echt geen regen hoor. Echt niet. Nee, ik zie twee keer niks. Dus ja, ik zal zo meteen zien dat Elwing binnenkomt. En dan kan ik even naar de Vomar toe. Ja, en misschien dat ik nog even verder een blokje om ga. Als er geen diepvriesspul bij zit, althans, dan eet ik het gewoon vanavond op. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Ik neem jullie mee enkel bij de foam. Maar ja, je mag daar eigenlijk niet vloggen. Nee, dat mag eigenlijk niet. Ja, naar de grond. Nou, wat heb je aan de grond? Dat kan ik hier ook doen. Hé, twee keer niks aan. Nee. Maar oké, lieve vrienden, tot later. Lieve vrienden, ja, staan we bij een prachtige, mooie garagedeur. Dankzij Karin, want die heeft hem al in de vlog. Maar ik dus niet. Maar ik vind hem zo prachtig mooi. En ik weet van wie die is. Tenminste, al wie... Degene die het gedaan heeft, want die kennen we persoonlijk. Ja, althans ik. Maar ja, wie ben ik? Hij is zo mooi weer. En hoe die het doet, terwijl die zo slecht kan zien. Het is mij een mirakel. Met zijn ogen. Maar ik zal zo meteen nog wat meer kunst van hem laten zien. Want dan rijden we er straks gewoon even langs. Maar hij is zo, zo bijzonder mooi. Ja, echt wel. Of niet dan, dames? Prachtig wordt er gezegd. Dus ja, ik wou jullie toch ook even laten zien, lieve vrienden. En jullie zien daar Ab staan, dat is een voornaam. Ik zeg altijd Appie. Maar hij heet eigenlijk Appie Kooistra. Ja, ik maak reclame, maar ik word niet gesponsord door hem. Nee, maar dit wou ik jullie niet laten ontnemen. Dit is dus Appie. Hemzelf. En ik weet niet wie zijn portret heeft gemaakt. Dat kan ook een van zijn leerlingen wezen, want hij geeft ook wel les. Dus ja. En hij zit in de Koningsstraat, zoals jullie kunnen lezen daar. En de Koningsstraat, nou ja, dat is niet dit straatje hier, maar een straatje verder. Dus daar gaan we nog even naartoe kachelen, oftewel racen. En dan laat ik jullie dat ook even zien. En ik wil jullie nog wat laten zien. Hiernaast staat nog een pand. En dat vind ik zo erg.
opheffingsuitverkoop, omdat er geen opvolgers meer zijn. Dat is zo zonde. Want hij zit al, ik weet niet hoe lang hier in dit pand, ik vind het eeuwig zonde. Ja. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer er niks. Geen opvolgers meer en ook niet iemand anders ervoor gevonden die dit over wilt nemen. Dus ja, bizar. Dus nou heb je dus een opheffingsuitverkoop. Het wordt helemaal opgeheven. 117 jaar bestaan, hè? Ja, vind je het niet erg? Ze hadden er 120 jaar van moeten maken. Was het rond geweest? Ja, toch? Ik vind dit wel heel erg. Ja, maar ja, we doen er twee keer niks aan. Ze zeggen, lieve vrienden, we rijden even verder. Dit is dus de zaak waar hij gewoon ook zit te werken. En hij kan dus alles portretten, vergezicht, zeegezicht, fruitmandje, gewoon dat hele simpele. Kan hij allemaal. Dan zie je mezelf ook nog zitten. Ah, deze vind ik mooier. Deze vind ik veel mooier, die zwart-witte van hem, dan in de andere straat. Ja, ik mag ook naar binnen, de hondjes mogen ook naar binnen. Leuk, hè? Leven is kunst, is leven. Ja, klopt helemaal. Klopt helemaal. Ja, mooi, hè? Echt waar. Dus ja, dat. Ik vind het mooi. Ik doe het hem niet na. Lieve vrienden, we zijn weer thuis. Maar dat ben ik al een tijdje. Ja, ik heb alweer tussendoor te roon gehad. Vanwege die poezebeest die verdwenen is. Wat ik vanmiddag al eerder vertelde. Die is Fuji. Maar ja, hoe en wat, ik weet het ook niet. Maar ook heb ik die tas van Too Good To Go. En ik had al een pakket eruit gepakt. Want ik was al eigenlijk bezig te filmen. En toen kreeg ik die telefoon er tussendoor. Nou, dat heb ik maar weggegooid, dat stukje. Maar we beginnen even overnieuw. Curry. Ja, lekker. Ja, helemaal lekker. Nou doen we de oogjes weer dicht. Oogjes dicht. Ik voel een klein pakje. Wat het is, weet ik niet. Jullie misschien nou wel. Wat is dat? Chicken sweet onion salade. En wat kost dit eigenlijk? Dat kost normaal €3,99. Dus zeg maar €4, die pakket. Dit kost €1,99. Oogjes dicht. Weer een pakketje, een pakje. Ik weet niet wat het is. Nee. Vlees. Dit is, geloof ik, ja, vegetarisch. Ook €2,99.
Dit was, zei ik, 1,99, dat is 2 euro, dat is 3 euro. En dat is 4 euro, 4, 5, 6, 7, 8, 9 euro. 9 euro al. En weer zo'n pakje. Ja, 9 euro. Nou, dat is ook weer 3. Dit is 12 euro. 12 euro. Dat is een grotere pak. Ik weet het niet. Nee. Nog gaan we kijken. Oh, visie. Kabeljauw. Nou, dat kost 6,17 euro. Ik weet niet eens meer waar we op zaten. Op 11, 12 euro. Dan dit er nog bij. En door. Reken maar uit. Reken maar uit. 6,17 euro is dit. Kanonnen. Halleluja. Nou ja, oké. Okay. 6,17 euro. Poeh, nou ja, dat gaat lekker de vriezer in. En we zien wel wanneer ik dat ben nuttigen. Ja, het is alweer 6:30 geweest. Dat, ja, ik moet nog met de meiden uit. Ik moet nog eten klaarmaken en ik weet niet wat. Maar dat zie ik wel. Ik denk dat het een patatje wordt. Ik had eigenlijk krieltjes willen eten, maar ik heb er geen zin in. Nee, doen we maar niet. Maar dat komt wel goed. Ik denk, ik weet het echt niet wat ik ga eten. Misschien wordt het wel weer brood. Ik heb helemaal geen zin in warm eten momenteel. Maar hier heb ik wel zin in. Ja, een bakje koffie. Lekker. Dus ja, lieve vrienden. Ik ga dus de boel even opruimen. Ik heb er weer een tas erbij. En dat maakt me ook weer blij. Want ja, je kan ze altijd wel gebruiken. Het zij voor afval weg te gooien. Maar ook als je bij wijze van spreken voor iemand wie dan ook. Achter de naaimachine zit en je brengt het terug, dan heeft hij een tasje om het erin te doen. Ja, toch? Zo. Dat is dat. En ik was de winkel ook even ingegaan, want ik had geen snoepjes meer. Nou, dat moet ik wel hebben. Ja. Ik ben geen grote snoepen, maar... Die snoepjes, ja, mag ik graag hebben. En vooral als ik met de meisjes uitga, dan even een snoepje in je mond is lekker. Dus ik vergeet helemaal mijn vergeet me niet je water te geven. Oh, potverdikkie. Maar hij is er nog. Ja hoor, hij is er helemaal nog. Even een beetje water erop. Zo. Ja, moet wel gedaan worden. Nou ja, ook zei ik dat mijn terug dia, die plant in die lichte pot, die zit vol met knopjes weer. Ik weet niet of ja, dat zien jullie wel. Is dat mooi? En Karin die had er ergens eentje gezien. Die was geel. Zat er gele bloemen in. Nou, echt geweldig. Die zie je ook niet veel. Het is of paars, of lila, of wit. Of gevlamd met wit, paars met wit. Of weet je, dat... Mijn haar, nou ja, het ziet er niet uit. Ik ben buiten geweest. Dat weten jullie, maar oké. Jullie hebben dat werk gezien van Appie Kooistra. Die is dus kunstschilder in alles en nog wat. Maar onze Marianne ook, hè? Ja, vergeet dat niet. Want dat gaat zit in het verschiet. Dat ik die helemaal ga interviewen, helemaal officieel. Maar dan wil ze eerst even iets klaar hebben. Wat op de, want ze doet het boven helemaal in de nok. En dat is de zolder. En ze wil eerst wat wegwerken voordat ze dat wil. Nou ja, en dat moet eerst iemand anders doen, want dan moeten we, ze wil dat wegwerken, maar dat kan ze zelf niet. En
daarna gaat ze dat zelf beschilderen of wat dan ook. Dat is hartstikke leuk. Maar oké, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik ga mijn koffie op drinken en ik ga de meisjes uitlaten. En dan zien we wel weer wat we gaan doen. Ik moet ook nog renderen, ben ik ook nog niet aan toegekomen. Nee, maakt ook niet uit. Ik heb er gisteren 2 gemaakt, dus maakt niet uit. Komt allemaal goed. Hou vol goede moed en we zien elkaar later. Ja, iets anders weet ik niet. Nee, misschien onderweg weer met de honden, ik weet het echt niet. Nee, het kan zomaar wezen, je weet het niet. Nee, ik weet het ook niet. Jij weet het niet, maar ik ook niet. Nee, dan weten we het samen niet. Maakt ook niet uit, maar het komt wel goed. Ja, dus ik zou zeggen, geniet.